Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van de FIFA 2019 de Career Mode. We gaan verder in Canada, ronde nummer 7 van het kampioenschap met aflevering 29. Als je de vorige aflevering in Monaco gemist hebt, dan zal ik die eerst even terugkijken om deze te zien. Wil je meer afleveringen zien van de FIFA 2019 Career Mode? Druk dan op de abonneerknop, schakel ook even lijken, ben je op alles aan en klik op die meer van mij mis. Ja, we gaan dus verder in Canada. En ja! Helaas, een upgrade is weer gefaald. Jammer. Wel zijn er twee bijgekomen wat ons wat meer naar voren moet brengen. Want ze maken stappen richting Red Bull Racing. Wat uitstekend is. En ja, hier zie je dus Unreal D3. Twee upgrades is bijgekomen, eens gefaald. En in Frankrijk komt er hopelijk nog een upgrade. Die gaan we na de race dus bespreken. En gaan we nu gewoon door naar de kwalificatie. Welcome again then, and we hope you're ready for another fantastic session as the teams prepare to unleash their cars for qualifying at the Canadian Grand Prix. So then, Ant, it's another Grand Prix weekend, another exciting qualifying session ahead of us. What are you going to be looking out for over the next few minutes? The first question is going to be who can avoid making mistakes. There isn't much margin for error in qualifying, and you have to bear in mind that the track conditions may have changed since practice, particularly as we've had a few support races in the meantime. If the brake bias settings, for example, don't take this into account, it's extremely easy to lock up a front wheel and cause a flat spot. Just like that, your lap's ruined and you've wasted a set of tyres to boot. We zijn inmiddels aanbeland bij de auto voor de kwalificatie voor Canada. En ik verwacht hier gewoon weer om de pole position mee te strijden, wat in Monaco dus niet is gelukt. Want daar hadden de auto er gewoon niet voor. Alhoewel die Cahoot merk wel in de top 10, ik weet niet of dat kan, of in de top 16. Maar goed, dat was dus Monaco. We zijn hier dus in Canada. Oh, gelijk al een groot moment overstuur. Wat niet lekker is voor onze outlap, want we gaan dus nu een ronde laten noteren. Hier in Canada. Zorgen dat alles goed verloopt. Wat ook voor de track limit, want we zijn hier erg gevaarlijk. Bottas met 1.12.0. Snel vind ik. Erg snel. Albon met een 1.11.9. Dan midden bij de Wall of Champions aan. Is goed gelukt. 1.10.3 voor Weber. En onszelf naar een 1.10.8 op 15e. En ik heb gekeken om dus naar binnen te duiken en voor een nieuw rondje te gaan. Want ik wil hier even aangeven waar deze auto staat is. Als ik dat goed zeg. Ja, dat zeg ik volgens mij zo goed. Ik ben nog 3 minuten. Sorry, ik ben nog 2 minuten en een paar seconden op de klok. Ik hoor onder auto's hier de zijkant komen. Kijk maar, die zijn hier nu via de voorkant gekomen. En dat zijn Sainz en een Racing Point volgens mij. Sainz is een Racing Point. Sorry, dat is Hulkenberg volgens mij. Iemand van. Van mij, die behoefte merk. Oh, voorvleugel! Een voorvleugel is eraf in Canada. We zijn aan boord bij Sainz. Ah ja, Hulkenberg vertraagde daar. En ging daar op de rem in die bocht. En daar heet Sainz natuurlijk. Dus dat is helaas een voorvleugel voor Carlos Sainz die eraf is. Ja, niet eraf, maar deels eraf. Their best lap time is a 1:11.4. In LFP voor Verstappen dus. Kunnen hier in een stukje van Hulkenberg duiken. Inmiddels aangekomen bij onze tweede run in Q1. Groen en paars in sector 1, maar de delta is nu groen. Dat is goed. Lang recht stuk. Sainz zit niet in de weg, maar die gaat naar binnen. Oh, hartstikke fijn dit. De Wall of Champions hebben wij niet geraakt. En Q1 zit er dus nu officieel op. En we zijn naar P3 verwezen. Dus een prima begin van de kwalificatie hier in Canada. Op 15e. Dat is goed. Hartstikke goed zelfs. Inmiddels aanbeland bij Q2. 15 minuten duurt die kwalificatie dus. En ik heb volgens mij nog een set soft over. Inmiddels over zijn finish heen gekomen. En we gaan dus weer een tijd laten noteren in Q2. Ik ben toch wel benieuwd wat die Cahoot werkt op dit moment.
Verstappen met een 1.10.5. Onszelf naar een 1.10.0. Een halve seconde los van Max Verstappen. Bizar, bizar, bizar. We zitten er in één keer bij. 14e verschil inmiddels met Max. Uitslag van Q2. Ja, onszelf naar P1 en Vettel op 75.000ste. En Hulkenberg redt het niet op P13. Jammer voor de Duitser. We zijn inmiddels aanbeland bij Q3. En ik denk hier gewoon weer P1 te kunnen rijden. Ik denk dat het niet van harte gaat, maar we zullen het zien. En dat is aanbeland bij onze outlap. En we gaan nu onze allereerste ronde laten noteren hier in Canada voor Q3. Middels bij hetzelfde punt, maar nu overstart finish. Leclerc met een 1.10.4. Onszelf naar een 1.10.7 op 3/10. Dat is niet goed. Maar we hebben nog een extra set soft. Dus dat is heel goed. We kunnen op de overstart finish heen gekomen. En onze tweede run hier in Q3 gaan we dus laten noteren. Het is wat bewolkter geworden, maar geen bedreiging van regen. En nog een minuut te gaan. Inmiddels over dit langrechte stuk. We krijgen een slipstream van Verstappen, als ik dat goed zeg. Ja, we krijgen een slipstream van Max. 17 inmiddels omhoog. Weber naar een 1.10.3. En onszelf naar een 1.9.9. Voorlopig op pol, maar we kunnen nog door. Want ik heb nog genoeg fuel en genoeg euro's over. Dus we kunnen nu een tweede run eraan gaan plakken. En dat gaan we ook gewoon doen ook nog. Inmiddels op het lange... Oh, sorry. Op het bochtige gedeelte. Hier, wat is het krapjes met Verstappen. Maar het is gewoon gekomen. Dan hier op het lange rechtstuk. Nu zeg ik het wel goed. Slipstream pakken van Max. Hoppata, aan de binnenkant gezet. En we zitten in één keer in het groene. Dit is een persoonlijke verbetering voor ons. En nu moeten we dit tempo vast niet houden tot aan de finish. Want we zijn nog steeds naar de pole. En die gaan we verbeteren met een 10e. Omdat we stevig onze pole position. Good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Eindelijk weer de pole. Het heeft heel lang geduurd. De laatste pole was volgens mij uit Bahrein. Dus gewoon 5 wedstrijden geleden dat de wereld pole stonden. Op 2/10 van Weber. Good day today. Let's have your take on it. It's been a great qualifying session for you. Are you going to carry that momentum into the... Ja, ik hoop het. Maar vergeet Lucas Weber niet. De jongen is gewoon snel. Dus ja. A superb qualifying performance from your old F2 teammate today. Ja. Oké, wat was je vraag? How does it feel to be on the front of the grid with your old F2 teammate beside? Het is geweldig. Super geweldig. Hij verdient het ook gewoon. Nou, dankjewel Claire. Resultaat van de rivaliteit. We lopen wat in op Max en we lopen ook wat in op Nico Hulkenberg. De resource points. In Frankrijk komen twee grote upgrades aan, dus ik hoop dat we daar weer kunnen gaan schitteren. Session en 77 overall. Reputatie is wat gestegen bij de teams. Mooi zo. Ik ga naar Veteran Sportsmanship toe. En mijn volgens mij nog iets te zeggen. Oh, dit is Jeff. I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance. Ja, we hebben een goede kans op de race. We kunnen hem ook zelfs gaan winnen. En dat gaan we nu gewoon bewijzen, want we gaan dus gewoon door naar de race hier in Canada. There is, as I look out of my commentary box window, a very large and very excited crowd here today, eagerly anticipating another memorable race. Lewis Hamilton took his maiden win on this circuit in 2007. Jenson Button came from last place to win here in 2011. And there's certainly no shortage of drama on offer here at the Canadian Grand Prix. We'll be seeing top speeds of around 210 miles an hour here at the Circuit Gilles Villeneuve, with around two-thirds of the lap taken at full throttle. High-speed chicanes spell potential danger, especially at the infamous Wall of Champions. And watch out for overtaking into the hairpin and the final chicane. A
Alongside me to discuss all the action today is Anthony Davidson. And thanks for joining us, Ant. And tell me, you were down in the pit lane earlier. How do you think the track conditions are today? Well, the surface looks clean enough, but I'm a little bit worried about the track temperature. It's pretty cool out there, which could give some teams difficulties when it comes to keeping their tyres in the right operating window. The cars out there that work their tyres hard and really put a lot of energy through them, they'll be the ones that are better off. Now the grid for the Kuipers from Canada. Met onszelf dus op pole position erachter. Lucas Weber, Hamilton en Leclerc en 4 Vettel en Bottas 5 en 6. Russell 7, Verstappen 8, Gasly 9 en Raikkonen op P10. Albon 11, Hulkenberg 12, knap van de Duitse 13, Ricciardo 14, Butler 15, Perez 16, Magnus 17, 18, grip penalty. Grosjean met grip penalty en Sainz ook met een grip penalty. Allebei 10 plekken straf. Ook geen dat je dat nu kan zien hoeveel plaatsen straf je nu hebt. Okay, remember to protect the inside of the auto. Turn one. Make yourself as wide as possible. Robust. Nou, Jeff zegt, nou, pas op voor de eerste bocht en maak jezelf zo wijd mogelijk. Maar vergeet niet, Lucas Weber kan ook een perenstart hebben. Let maar op, want we zijn aanloop bij de lampen voor de Kuipers van Canada Career aflevering 29. En we zijn onderweg. En wat zei ik je? Lucas Weber heeft een beetje te verkeren. Daarom gelijk is er een gelijke touché met onszelf en Lucas Weber. Weber aan de buitenkant, maar die kan die avond niet doorzetten. De eerste aanval hebben we inmiddels overleefd van Lucas Weber, gelukkig. Nog steeds aan de leiding. En Weber naar 2. Leclerc naar 3. Gaat naar Weber is 15 inmiddels. Inmiddels ronde nummer 2 is ingegaan. 16-7 is zelfs de race ronde, dat zetten wij dus neer. Klein beetje blokkeren, maar dat is niet erg. Ik wil oppassen voor de Ferrari, want die is ook erg snel. En de Williams trouwens. Daar moeten we vooral mee oppassen. Dit gedeelte gaat goed, gelukkig. Page in sector 1 gaat naar Weber een halve seconde. Niet zo snel dus. Weber met een 1.12.7 is 2 tienden sneller dan onszelf. Weber gaat de druk nu opvoeren. Leclerc is ook aangesloten bij ons. Hier, de DRS-zone van Lucas Weber is geopend. De DRS-zone is hier eigenlijk al. En daar zit Weber aan de binnenkant, maar die aanval kan hij niet slagen. Wij verdedigen hem knap. De eerste aanval van Weber is dus mislukt. Dat zeg ik, de tweede aanval van Weber is mislukt. Want bij de start had hij eigenlijk ook een aanval kunnen zetten, alleen wij blokkeerden hem daar. Dus dat kon helaas niet voor Weber. Leclerc naar 2 gegaan, want hij heeft Weber dus te pakken. Goed gedaan, Charles. En we hebben nu een gaatje geslagen. Inmiddels ronde nummer 4. En Leclerc is inmiddels aangesloten bij ons. Daar komt Charles Leclerc met een aanval. Ja hoor, aan de buitenkant, maar wij verdedigen de binnenkant. En het is hier een beetje binnenknijpen hoor, want Leclerc heeft een betere exit, maar die kan die aanval niet doorslagen. We hebben Leclerc wel geraakt hoor ik. Zie ik, sorry. En op het rechte stuk, daar komt Leclerc met een aanval. En hij slaagt er in die aanval te plagen, maar wij remmen extreem laat. En het is gelukkig nog steeds rijden in handen van ons. Gelukkig maar. Ronde nummer 5. Ronde nummer 6 inmiddels. En de banden zijn er wel aan hoor, want ik blokkeer daar wel even. Eén stop van die dus. Dit nog gaat dus volgende ronde open. Leclerc zat daar wel even aan de binnenkant. Hij kan die avond niet wagen dus. Inmiddels nog steeds ronde nummer 6. Daar komt Leclerc. Maar wij remmen weer laat. Ja hoor. Weer een late remactie van ons. En weer de leiding veroverd. Ronde nummer 7. Pit window is open. En we gaan dus na deze ronde naar binnen. Activeert Jeff. We zullen zien. We gaan dus naar binnen. Oh! Vettel. Sebastian Vettel heeft ons van achteren geraakt. Even in herhaling. Oh, Vettel komt veel te hard aanrijden, jongen toch. Ja, dat wordt een neusverzoek voor hem. 7-2, goede stop.
Ja, Vettel komt achter Weber terecht. Look after the... En we komen voor Hulkenberg. Magnussen terecht. En Magnussen laat daar ons niet leven. Ik dacht even dat het Hulkenberg was, maar ik zit een andere rijder in mijn hoofd. Inmiddels op het eerste lang rechte stuk. En Magnussen is nog niet gezien, maar hij blokkeert hier ons wel. En dit geeft ons een nadelig gevoel, want Leclerc die komt straks naar binnen. En die kan denk ik voor ons eindigen. We deden wel even een tik uit naar Magnussen, want ik ben hier helemaal niet blij mee. En Charles Leclerc is binnen. En daar komt Charles Leclerc de baan weer op. En wat zei ik je? Magnussen heeft ons opgehouden en daardoor is Leclerc ons voorbij gegaan tijdens de pitstops. Want Leclerc heeft ons geovercut. Maar we hebben wel één rondje oudere stof en die zijn op temperatuur. Dus wij kunnen eerder een aanval slagen naar Leclerc. Fase in sector 1. Battery charge is low. If we turn down the ERS deployment, we can harvest more energy. En de batterij is laag. En daar zetten we hem daarnaast bij Charles Leclerc. En dat is P6. Kulluk. Dit is ronde nummer 10. Giovinazzi is de volgende. Oh, hij blokkeert wel. Hij rijdt hier erg langzaam. Komt Gio aan de kant. Je rijdt op een andere strategie. Je rijdt je eigen race. Niet meer gaan ophouden. En we zijn het eenvoudig voorbij gegaan. Ronde nummer 10. Hulkenberg dus ook naar binnen. En Hamilton gaat volgens mij door. Ja, Hamilton gaat door. Ronde nummer 11 inmiddels. Giovinazzi gaat ook door trouwens. Interessant. Ik ging wel een klein beetje door, maar dat is geen probleem. Zolang we er geen straf voor krijgen, mag alles. Wanneer komt Lewis Hamilton dan naar binnen? We moeten wat eerst gaan besparen. Een tiende langzamer. Gat naar Hamilton is 8.9. Gat naar Giovinazzi is 1.6. Dus ik ben benieuwd. Ah, Lewis Hamilton is binnen. Lewis Hamilton is binnen. Dan gaat nu ook Jenkins Giovinazzi ook naar binnen komen, denk ik. Ja, Giovinazzi ook naar binnen. Inmiddels ronde nummer 15. We zetten de snelste race op met een 1.12.6. En Hamilton is naar 3 gegaan. Is naar de stofband gegaan. En kan misschien, denk ik, Charles Leclerc nog gaan aanvallen in deze laatste 4 ronden van de wedstrijd. Leclerc kan het sowieso niet meer pakken, dat weet ik sowieso. Jeff zegt dat er nog 500 fuel remaining. Dus ze kunnen wat gaan opbranden. Misschien nog wat extra toning geven waar deze Alfa Romeo in staat is om de snel 700 te kunnen versterken. Our gap behind is 6.4. 6.4 seconden. De laatste ronde loopt inmiddels voor de GP van Canada. En dit is gewoon een eenvoudige overwinning. Kijk, wat zei ik je? Hamilton heeft Charles Leclerc te grazen genomen. Ja, dat is een goede stop gedaan van Mercedes. Trouwens, niet zo'n goede manier om mijn voorvloer te beschadigen. Maar dat geeft niks. Laat hem loopt inmiddels. Wat ik zei is dus waar. Iemand heeft mij uitgenodigd om een 2009 te spelen. Dus voor de GPL League. Dat kan ik nu niet doen, jongen. Helaas. Het was een... spannende wedstrijd en we verstevigen ons klassement in het WK. Absolutely awesome, just amazing. Well done. A great win then for the Alfa Romeo team today. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Alfa Romeo Racing in the number one spot on the podium today. A thrilling race and an excellent result for this team, who've never stopped fighting for that top step.
Nou, de uitslag dus. Ja, we winnen dus weer een grote prijs en pakken de volle 26 punten in totaal. Hamilton naar het podium en de claim het podium compleet. Hulkenberg pakt punten. Super gedaan voor Nico Hulkenberg. En Weber stelt teleur van P2 naar P7. Ja, het kampioenschap dus. Ja, weer een overwinning dus vrij van Lewis Hamilton of Valtteri Bottas. Het is Hamilton. En ja, dan gaan we nu gewoon door naar de interview. Great workout there today. Let's have your thoughts. What do you think made the difference between this weekend and last? Nou, ik denk toch de baan. In Monaco zaten er gewoon helemaal niet bij. En hier in één keer wel. Dus ja, de baan is gewoon, denk ik. Everything went your way today. It looked like you had a really good strategy. Ja, klopt. Ik had ook een hele goede strategie. En daar ben ik het team gewoon dankbaar voor. We all underestimated you. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, Claire, maar ik denk dat het goed bedoeld is. There was quite a lot of contact today, wasn't there? Ja, klopt, er was wat contact. Maar het hoort er gewoon bij, want anders, ja, anders doe ik er geen Formule 1. Great. Well, that's everything. Nou, dankjewel, Claire. De resultaten van de rivaliteit. We staan gelijk met Max Verstappen. We verliezen wat ten opzichte van Nico Hulkenberg, maar dat kunnen we gewoon in Frankrijk weer oppakken. De resource points die dus zijn behaald in Canada. Het zijn er denk ik best wel veel. Ik hoop het ook dat er best wel veel zijn natuurlijk. Want dan kunnen we weer upgrades pakken namelijk. Ja, 412 in totaal volgens mij. De reputatie met het team is wat gestegen. Ook naar de andere teams zijn wat gestegen. Veteran en sportsmanship. Emma heeft er iets te zeggen. Well done. Keep pushing like this. Nou, dankjewel Emma. Nou, dit is het review, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, loont het met een like. Wil je meer afleveringen zien van de VN 2019? Druk dan op de abonneerknop. En schakel ook een beetje op alles aan. Enkele video van mij mist. Reageer wat beter kan op bijvoorbeeld dat je de video leuk vond. Zeg, hey, tof video. Dit net komt beter. Of ik heb gewoon genoten. Volg ik even op social media. Instagram, Twitter, Facebook. Links in de beschrijving. En zou ik zeggen, fijne dag verder. En dan zien we tot de volgende keer bij VN 2019. Dan weer de VN. Bedankt.